Sinterklaas is zojuist langsgevaren en het is deze keer wel een hele spannende editie. Want het is natuurlijk de laatste editie dat de burgemeester erbij is. Of althans de huidige burgemeester. En alle kinderen die staan in spanning te wachten tot Sinterklaas zo hier komt. En of ze dan een handje krijgen. Burgemeester, uw laatste keer, dit jaar de intocht, heeft u daarnaar uitgekeken? Ja, het is wel heel erg bijzonder als je nog voor de laatste keer Sinterklaas mag binnenhalen. Maar wat ik al zei, burgemeesters komen en gaan, maar Sinterklaas blijft altijd bestaan. En het is fijn dat hij hier is. Het is geweldig weer, er zijn heel erg veel kinderen. En ik denk dat het een hele gezellige dag gaat worden. Gaat u het missen volgend jaar? Ja, ik ga het wel missen, maar ik blijf lekker in IJsselstein wonen. Dus ergens denk ik dat ik toch ook wel lekker aanschuif om te kijken als Sinterklaas aankomt. Heeft u zelf uw schoentje al gezet? Nee, nog niet, want ik wil eerst van Sinterklaas zeker weten dat dat mag. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Dank u wel. Alsjeblieft. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Sinterklaas, mogen wij u wat vragen? Hallo. Hallo. Ik ben Bert. Welkom in IJsselstein. Ja, zeg het eens. Heeft u een goede reis gehad? Ja, ik heb een uitstekende reis gehad. Hè? Want kijk eens naar boven, het is weer mooi weer. Het is altijd mooi weer als we hier zijn. En ik snap niet hoe jullie dat voor elkaar krijgen hier in IJsselstein. En zijn de kinderen in IJsselstein een beetje braaf geweest? Het zijn de liefste kinderen die ik maar ken. Hè? Elk jaar weer. Ik ben vorige week in Gouda geweest, waren ze ook heel lief. Maar het was wel een beetje slecht weer vorige week. Hè? Dus de kinderen in IJsselstein, als ze vanavond hun schoen zetten, zit er dan wat in? Nou, dat heb ik gezegd. Ik hou het nog even geheim tot strakjes. Hè. We gaan niet alles verklappen. Hè. Dan moeten we nog even een nachtje wachten. Nee, niet nachtje. Nee, strakjes. Oh, strakjes. Dan moeten we ook nog wat over hebben. Hè. En als ze dan heel goed kunnen zingen en leuke dingen doen, dan denk ik dat Sinterklaas wel een leuke verrassing voor ze heeft. Hè. Nou, ik denk dat ze wel goed kunnen zingen, want dat hebben we allemaal gehoord. Dat heb jij al gehoord. Dat hebben wij hier gehoord. Ja, natuurlijk. Hè. Ja, nee, we hebben het gehoord. Het was echt... Ik kan ook een liedje voor Sinterklaas zingen. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Super, fijne dag nog. Vertel eens, wie heb je gezien? Zwarte Piet. Zwarte Piet. En vond je dat... Zwarte Piet voor jou? Pepernoten. Vond je dat spannend? Ja. En heb je Sinterklaas nog een handje gegeven? Ja. En een? Knuffel. En een knuffel en een high five, hè? Ja. En ga je vanavond ook je schoentje zetten? Ja. Hoe vonden jullie de intocht? Leuk. Waarom vonden jullie het zo leuk? Omdat we zagen Sinterklaas. Heb je hem ook een handje gegeven? Ja. Vond je dat niet spannend? Nee. En wat staat er dit jaar op jouw verlanglijstje? Dokterspullen en een hockey-talkie. Zo, dat zijn mooie cadeaus. Heb je nog wat zeggen tegen Sinterklaas? Nee. Nee? Oké, dankjewel. Toen moest hij gaan lopen met een fiets aan zijn hand. Toen kwam hij naar zijn dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat er in mijn achterwand een pepernootje zit. Ik sta nu voor de boot waar Sinterklaas net mee aangekomen is. En Sinterklaas gaat vandaag nog heel IJsselstein door. De kinderen hier die bekijken de boot nog even en langzaam gaan ze weglopen. Ze vonden het allemaal hartstikke leuk. Ze hebben allemaal hartstikke hard gezongen. Dus ik denk dat als deze kinderen vanavond hun schoen zetten, dat die morgen goed gevuld is. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje.